Volkstuinvereniging Moerenburg is een kleine vereniging aan de rand van het landschapspark. We zijn met 45 leden en de tuinen zijn 50 tot 200 vierkante meter groot. Iedere tuin is erg verschillend. Ons kenmerk is dat we zonder chemische bestrijdingsmiddelen werken en samenwerken met de natuur. Ook doordat er geen huisjes staan, is er een natuurlijke en rustige sfeer. Elk lid heeft zo zijn eigen reden om een tuin te hebben. Sommige mensen willen vooral de diepvries vol krijgen, anderen willen juist gezond voedsel kweken of juist hun kinderen laten zien hoe het voedsel groeit. Anderen kweken bijvoorbeeld alleen maar bloemen of juist zelfs snijbloemen. En sommigen die willen ook gewoon lekker buiten bezig zijn en ontspannen. Wij vinden het belangrijk dat we elkaar vrij kunnen laten en iedereen zichzelf kan zijn zonder de ander overlast te bezorgen. Ieder lid heeft zijn eigen taak en er zijn duidelijke tuinregels. We hebben een paar leuke gezamenlijke activiteiten. Bijvoorbeeld een vrijblijvende maar heel druk bezochte werkdag in het voorjaar en in het najaar. En er is een vogelochtend waarin we op de tuinvogels kijken en in Moerenburg en een vlinderavond. Voor de nieuwe leden is er onder andere in het begin een korte praktische biologische tuincursus waarin ze leren samenwerken met de natuur. En door het hele jaar heen wordt er onder elkaar veel adviezen uitgewisseld en plantjes en recepten. Samen hebben we ook een compostraad voor de mensen die zelf geen composthoop willen op hun tuin. Die kunnen daar het overtollige tuinafval brengen en daar wordt dan mooie compost van gemaakt. Wij proberen te zorgen voor een grote biodiversiteit door bijvoorbeeld natuurlijke tuinafscheiding met een takkenrail of een struikenrand. Verschillende leden hebben ook een vijver en we zien veel verschillende soorten vogels en vlinders. Van de vogels is er bijvoorbeeld het goudhaantje en bij de vlinders zien we gewoon elk jaar de koninginnenpaard. Wij genieten elk seizoen weer of geen weer van alles wat leeft op onze mooie tuin.